Ik ben Melanie van Putten, dialyseverpleegkundige in het Haga ziekenhuis. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden begeleid ik verpleegkundigen die in opleiding zijn voor dit specialisme. Een van de dialyseverpleegkundigen in opleiding is Ebru. Ik leer haar alles op het gebied van de dialysebehandeling. Van het instellen van de machine op onze eigen afdeling tot het uitvoeren van een dialyse op de intensive care. Het begeleiden van Ebru doe ik niet alleen. Carlien is een van de praktijkopleiders op de afdeling en zij voert onder andere de voortgangsgesprekken. De opleiding tot dialyseverpleegkundige duurt in totaal 15 maanden. Ik heb zelf in 2011 voor deze opleiding gekozen omdat ik de combinatie van techniek en het begeleiden van de patiënten heel leuk vind. Ik coördineer de dialysebehandeling van meerdere patiënten. Het is mijn taak om de behandeling zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Ik werk samen met een vast team van medisch-maatschappelijk werkers, diëtisten, secretaresses en nefrologen. We hebben een groot maar hecht team. Collegialiteit en respect staan bij ons voorop. Er wordt veel gelachen en we zijn er ook voor elkaar bij moeilijke momenten. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat je veel kan betekenen voor de patiënt. En omdat je elkaar regelmatig ziet, bouw je al snel een band met elkaar op. Dat maakt het werk extra leuk. En ben ik er trots op dat ik nieuwe collega's mag opleiden op deze mooie afdeling.